Justitieminister Kenneth Amoxie zegt dat de brandweer gauw over haar nieuwe uitrusting zal beschikken. De bewindsman sprak journalisten vandaag voor de vergadering van de ministerraad over de acties bij het Korps Brandweer Suriname, die gisteren zijn opgeheven. De bewindsman stelt nu geen indicatie te hebben wanneer de nieuwe attributen worden aangeleverd, maar dat het niet te lang zal duren. Dus inderdaad, nadat de bevestiging is ontvangen van de Centrale Bank van Suriname, dat de gelden zijn overgemaakt naar de leveranciers. Dus het hangt af natuurlijk van de afspraken die gemaakt worden met de rederij. Dus daarin heb ik geen inzage, maar er is dus wel genoeg zekerheid gegeven dat de spullen binnen niet al te lange tijd worden geleverd. Dus ik hoop het, ik weet het niet precies, maar het gaat sowieso om PSU. En de middelen die komen, zullen natuurlijk alle brandweerlieden ten goede komen. De bewindsman geeft verder aan dat hij niet kan aangeven als de standaarduitrusting voor de nieuwe lichting brandweermannen ook direct zal worden aangeleverd. Amoxie gaat ook in op de ontwikkelingen binnen het politieapparaat. Kijk, de veiligheid is natuurlijk altijd een bron van zorg. Laat mij hier aangeven dat we nu bezig zijn, tenminste de president had beloofd, om eigenlijk volgens mij vanaf september, oktober, toch wel binnen 2 maanden met een nieuwe korpsleiding te komen. We zijn in dat proces. En ik denk dat ook de aanpak van de criminaliteit, daarmee eigenlijk met de organisatie van de politie, los van middelen en dergelijke. Maar het is ook belangrijk dat vanuit de leiding van het KPS, dat de juiste instructies worden gegeven, dat de begeleiding optimaal is, opdat wij, de Surinaamse gemeenschap, de positieve vruchten kunnen plukken uit het werk van de politie. Ten aanzien van de kwestie waarbij het Openbaar Ministerie onlangs hardhandig heeft opgetreden bij goudzoekers in het Matawai-gebied, stelde de minister dat hij nog een gesprek zal voeren met het orgaan.